Mijn naam is Robert Kemperman en ik ga je de freestyle oefening uitleggen. Belangrijk bij het hooghouden is dat je je handen uit elkaar houdt, zodat je meer controle houdt over de bal. Daarbij is het ook makkelijk als je goed naar de bal blijft kijken en niet je eigen stick blijft volgen. Deze trucjes zijn allemaal goed voor je balvaardigheid, zodat je de bal goed onder controle krijgt. Blijf deze challenges oefenen, dan zie ik je na bij de finale dag op NK Hockeytechniek in Den Haag.